Oké, we hebben nou dus de structuur opgezet van onze pagina met margin, padding, hoogte, breedte, kleurtjes aangegeven. Maar het is nu eigenlijk alleen nog maar een structuur. En ja, dit is eigenlijk vrij saaie gedeelte, kun je maar zeggen. Het wordt nu eigenlijk best erg leuk, want nu gaan we er plaatjes in zetten, want dit is het onderdeel plaatjes. En plaatjes heb je dus in de voorgrond en in de achtergrond. En die moet je ook echt goed gescheiden houden. De regel is eigenlijk zo dat als je inhoud hebt, dan is het dus gewoon in de broncode, dus in de HTML. En dat kan bijvoorbeeld je werk zijn, of een logo, of als je plaatjes hebt voor knoppen, dan is dat ook inhoud. Maar ook bijvoorbeeld ja, foto's van je werk of een leuke illustratie die je hebt gemaakt. Dat is dus eigenlijk net als tekst, is dat inhoud van jouw pagina. Als het nou iets is als een achtergrondplaatje of een achtergrond stijlelement, zoals een streepje met streepjes, ja, schuine streepjes of zo, of een ornamentje of zoiets dergelijks, dan is het dus stijl en dan moet het dus in de stylesheet komen. Ik laat beide zien in deze deel, zullen we maar zeggen. En ik begin eigenlijk met het meest eenvoudige, zullen we zeggen. En dat is het plaatsen van een plaatje in jouw broncode. Nou, we hebben dus in ons vlak, zoals je het hier ziet, hebben wij een plek gereserveerd voor ons logo. Daar is misschien nog wel iets over te zeggen, dat als we het logo erbij pakken. Dat is even. Nee, hier moet het niet zijn. Even kijken. De pagina openen. Er is nog wel wat over te zeggen over het exporteren van plaatjes vanuit Photoshop bijvoorbeeld. Het kan ook in een ander programma zijn, maar in Photoshop geef ik het omdat het gewoon een tele Adobe pakket eigenlijk bevlekt, zullen we zeggen, ga ik het dus ook in Photoshop uitleggen. Dan moet ik eerst nog even aan het opstarten. Want het is best wel belangrijk om plaatjes echt te exporteren voor web. En daar is een aantal redenen voor. Ten eerste is het gewoon fijn om te zien, dat zie je zo meteen ook al zien, als Photoshop is gestart, dat je een soort dialoogscherm krijgt van hoe het er ook echt uit gaat zien met de compressie en hoe zwaar het bestandje wordt. En dat is ook best wel belangrijk. En je kunt ook alleen maar kiezen tussen de formaten die alleen maar voor web zijn gebruikt. Dus dat zijn de JPEG bestand, die iedereen wel kent, ook wel van zijn digitale camera. GIF, dat is een vrij betrekkelijk oud formaat. Heeft ook zijn beperkingen. PNG, dat is voor transparante plaatjes. En dan heb ik ze volgens mij allemaal. Hier hebben ze ons document. En als je dus plaatjes wil exporteren, ja, ik doe het meestal gewoon zo. Hier zit mijn logo in bijvoorbeeld. En ik dupliceer deze groep. Nieuw. Dus ik dupliceer hem door middel van rechtermuisknop op een laag. Dupliceer groep of dupliceer laag als het een laag is. En dan in een nieuw document. Dus dan krijg ik gewoon een mooi groot leeg document met alleen het logo erin. En ik doe hem dan trimmen. Transparante pixels. Dat is volgens mij in de Nederlandse versie verkleinen. En je zult zien dat hij dus ook echt alle transparante pixels pakt om weg te snijden, behalve de semi-transparante dus niet. En je ziet dus ook dat hier een slagschaduw, ja, die zie je misschien nu niet, maar die is er dus wel hier, een subtiele slagschaduw. En als je dus een transparant plaatje is, eigenlijk heel simpele regel: transparante plaatjes is eigenlijk altijd PNG, 24-bit. En ik ging nou via File opslaan voor web. Dus misschien ging dit een beetje snel. Nog een keer. File, Save for Web. En je ziet dus dat je het dialoogscherm krijgt van twee plaatjes met het origineel en de PNG 24-bit. Die staat toevallig nou aan. En dat die transparant is.
PNG 24-bit zegt eigenlijk gewoon dat die transparantie meeneemt en semi-transparante pixels dus ook gewoon laat zien zoals ze zouden moeten zijn. Ander transparant formaat is bijvoorbeeld een GIF. En je ziet al meteen hier dat hij dus met semi-transparante pixels, dus zeg 50% zwart of zo, daar heeft hij moeite mee. Dan moet hij dus mengen met een mat kleur, in dit geval wit. En dat is niet ideaal. GIF gebruik je eigenlijk alleen maar tegenwoordig voor of strakke, niet-transparante grafisch werk, dus bijvoorbeeld een logo zonder transparantie of een ja, kleine plaatjes. Want je hebt ook maar een beperkt aantal kleuren, 256 kleuren. En dat is gewoon het hele palet. En dat vult hij dan zo goed als hij kan. Met die 24-bit PNG heb je daar eigenlijk geen problemen mee. Maar het nadeel is ook dat hij dan ietsjes groter is. Nou, voor niet-transparante plaatjes, dus foto's, zou je een JPEG kunnen gebruiken. En je ziet ook meteen dat hij dus de transparantie eruit haalt en vervangt met een mat kleur, en in dit geval wit. Dus als ik die verander, dan wordt die rood. Maar wit is op zich prima, in dit geval. En zet de kwaliteit nooit op maximum, maar op bijvoorbeeld very high, of je kunt het ook met de hand hier stellen. En je zult zien dat je eigenlijk zo kunt stellen en dat je ook meteen kunt zien van hoeveel er nog van de kwaliteit overblijft. Dat is eigenlijk het belangrijkste, dat je eigenlijk gewoon het optimaal mogelijk opslaat, zodat die niet te groot is, maar ook niet dat je dus compressie gaat zien. Bijvoorbeeld de korreligheid van een JPEG-compressie of bij een GIF bijvoorbeeld, dat hij ja, gewoon te weinig kleuren heeft en dan wordt hij dus korrelig en heeft hij weinig moeite mee. Maar verder heeft hij dus veel meer moeite mee. Je kunt dat gaan tweaken. Hier zit ook nog een bitmap-versie bij. Die gebruik ik eigenlijk bijna nooit. En er zit een PNG 8-bit. Dus 8-bit, dus minder bits dan die 24-bit. En die gedraagt zich eigenlijk hetzelfde als de GIF. Dus die heeft ook 256 kleuren. Nou, in dit geval is dus een transparant plaatje. Gebruik gewoon PNG 24-bit. Dus onthoud, transparante plaatjes, PNG 24-bit. En eigenlijk alle andere plaatjes, bijna alle andere plaatjes, kun je wel zeggen van maak er een JPEG van. En dan niet al te hoge niet te hoge kwaliteit. Soms kun je hem al ietsjes terugzetten in een JPEG en dan dat scheelt al een hoop. Want je moet rekening houden dat als je, hoe groter je plaatjes zijn, hoe langer het duurt voordat die pagina is ingeladen. Nou, ik heb dus al voorbereidingen getroffen met mijn plaatjes. Die heb ik allemaal al geëxporteerd. En je ziet hier dus ook gewoon voor mijn werk heb ik dus gewoon JPEG's gebruikt. Achtergrondjes heb ik soms PNG gebruikt. Transparante plaatjes, PNG. En eigenlijk is het alleen maar ofwel PNG ofwel JPEG. Dus we gaan dus het logo plaatsen en dat is het transparant plaatje. En we hebben daar eigenlijk ook een ruimte voor gereserveerd. Dat is dus dit ding hier. En dat hebben wij logo genoemd. Nou, ik haal hier het logo tekstje weg, want dat was eigenlijk voor de aanduiding dat het een logo was, hè. En ik ga naar Insert. Image. Even wachten. Dan ga ik naar mijn image toe. De juiste map, hè, IMG, dat is dus de map waar ik mijn plaatjes in heb staan. Jackie is het bestand zoals het heet. En je ziet ook dat het een PNG transparant plaatje is. Ik klik op OK. En vervolgens vraagt hij dus voor een image tag accessibility attributes pop-up. Nou, dat is echt een mooi woord. Lekker mondvol. En een alternatieve tekst. Nou, zal je afvragen van waarvoor is die alternatieve tekst? Nou, een leuke curiositeit is dus dat blinde mensen dus ook op internet zitten.
Dat is heel fijn dat die mensen ook op internet zitten. En als die dus een plaatje tegenkomen in een pagina, normaal wordt de tekst gewoon opgelezen door een softwarepakket. En als die softwarepakket dus een plaatje tegenkomt, dan leest hij eigenlijk de alternatieve tekst van het plaatje. Dus dan hoort een blinde persoon, dit is een foto van een boom bijvoorbeeld. Nou, hartstikke mooi. Dan zou je zelf denken van, ja, die alternatieve tekst voor blinden is leuk en zo, maar dat is niet echt mijn doelgroep, dus waarom zou ik dat nou alsnog doen? Nou, er is nog iemand die echt blind is in dat opzicht, en dat is Google, of een andere zoekengine, als die er nog zijn. Volgens mij is Google wel de meest dominante, zullen we zeggen nu. En die is ook blind, want die kan eigenlijk niet zien aan een plaatje wat het voor inhoud heeft. Hij ziet gewoon eigenlijk data, zullen we zeggen, van die pixels en een compressie, maar hij kan niet lezen van wat het nou precies inhoudt. Daarvoor is de alternatieve tekst dus ook voor. Dus als je beter gevonden wil worden, oftewel beter geïndexeerd wil worden in Google, dan moet je dus ook een alternatieve tekst aangeven. Nou, in dit geval kan het gewoon logo heten. Vrij eenvoudig. Maak daar ook niet hele verhalen van. Houd vrij kort. En klik vervolgens op OK. En je ziet dus hier aan de linkerkant, bij onze broncode, dat er dus wat code bij is gekomen. Ik laat het weer netjes inspringen. En je ziet dus dat de code is bijgekomen en het is dus weer een nieuw element, het image element. Daar staat ook IMG voor, afkorting image. Vervolgens staat er dus een aantal markers in. SRC staat voor source, dus de bron waar het bestand staat. Nou ja, width spreekt voor zich, hè. Breedte en hoogte. Oh, moet ik het niet gaan verplaatsen. En alt, dat is dus die alternatieve tekst die wordt opgelezen of wordt gescand door Google. Nou, dit is dus eigenlijk een vrij eenvoudige manier om een plaatje erin te plaatsen. En ik zal het nog een keer herhalen. Hier aan de onderkant staat ook nog een keer het logo erin. Even kijken, dat is hier. Voeterbovenkant. Haal ik even deze tekst weg. Insert. Image. Ik kies voor mijn kleine logo. Jackie Klein. Ik zeg weer logo. Als alternatieve tekst. Ik klik op OK. En hij staat erin. Je ziet het. 7. Als je op het plaatje klikt, kun je hier in de eigenschappenbalk of propertiesbalk kun je ook nog weer linkjes aangeven aan plaatjes. Je kunt het plaatje weer veranderen van. Je kunt dus een andere afbeelding kiezen. Nou, de alternatieve tekst kun je aanpassen. Je kunt er nog een breedte en hoogte, maar daar zal ik eigenlijk altijd adviseren van blijf daar vanaf. Omdat eigenlijk dat ook de echte resolutie is van je plaatje. Dus als je hem nu groter zou gaan maken, dan wordt hij korrelig. En als je hem kleiner maakt, ga je meer pixels inladen dan eigenlijk je laat zien. Dus dat is eigenlijk een beetje niet logische constructie wat je doet. Nou hebben we plaatjes in onze broncode neergezet. We kunnen het wel even bekijken hoe dat eruit ziet in onze pagina. Nou, we kunnen in principe. Ik zie trouwens volgens mij dat mijn logo vlak iets te smal is, lijkt het wel. Dus ik ga eventjes kijken hoe breed mijn plaatje is. 286. Ga ik naar mijn stylesheet toe. Even kijken, logo. 286 moeten ze zijn. 286, 7. En de hoogte, even kijken, die is 171. En die moet ik ook aanpassen. Maar ja, soms meet je eens een keer iets en dan blijkt het ook niet helemaal te kloppen. Ik heb het idee. Oh, wacht, verkeerd om. 86, juist. 7. Refreshen. Ja, nou past hij er netjes in. Er staan nog een aantal andere plaatjes in mijn broncode.
Dat zijn deze. Maar we hebben daar nog niet onderverdeling in gemaakt. Dus daar wil ik nog heel even mee wachten. Die doen we zo meteen. We gaan eerst even kijken hoe we een achtergrondplaatje in, ja, een achtergrondplaatje kunnen plaatsen in een stylesheet. Nou, in ons ontwerp is, als je heel goed kijkt, zit hier een soort structuurtje in. Hier achterin. En we hebben hierboven, even naar boven scrollen, een balk zitten. Tenminste, ja, hier is die. Dus die is een beetje blauw met een raster eroverheen. En hier een beetje donker antraciet. Die gaan we allebei plaatsen. En dat doen we dus in onze body. En eigenlijk is het vrij eenvoudig als je gewoon bijvoorbeeld een achtergrondplaatje plaatst. Zoals dit. Dan schrijf je background image. En dan staat hij ergens daar. En hij vraagt dan eigenlijk van browse. Dus welk plaatje moet het zijn. Dus ik kies even een plaatje. En wat die standaard doet eigenlijk, de standaard eigenschap als je een achtergrondplaatje erin zet, is dat die dus herhaalt over de breedte en de hoogte. Ik zal trouwens bij logo mijn achtergrondkleur eruit halen, want die hebben we nu niet meer nodig, hè, want er staat nou mijn logo in. En even kijken, onze containerkleur, die haal ik er nu ook uit. Want eigenlijk staat nu alles goed. Dus die kleuren die zijn eigenlijk niet meer nodig. Tenminste, als een vlak een bepaalde achtergrondkleur heeft, moet je hem natuurlijk laten staan. Maar wij hebben eigenlijk achtergrondkleur erin gezet. Puur alleen voor het doel om te zien wat we aan het doen waren. Dus in principe zou, als we dus een vlak vullen, dan haal ik dus ook de achtergrondkleur eruit. Even kijken hoe dit er nou uitziet. Ik heb dus de achtergrondkleur van de container eruit gehaald. Achtergrondkleur van het logo eruit gehaald. En dan ziet het er zo uit. Je ziet ook dat die containerkleur er nou uit is. En dat die body dat achtergrondpatroontje heeft gekregen. En dat het zich herhaalt over de hoogte en de breedte. Want eigenlijk als ik het plaatje even tevoorschijn haal. Kijken, dat is deze, bg.png, dan zul je zien hoe groot die is, en dat is, dat kun je hier niet goed zien, even kijken, ik pak even een andere viewer, kun je zien hoe groot dat is eigenlijk maar gewoon een vierkantje, zal ik maar zeggen, dus dat is best wel fijn, want een klein vierkantje is natuurlijk niet al te veel KB's, dus grootte in KB's of MB's. En het ziet er prima uit. Je moet natuurlijk wel een plaatje hebben wat zich precies als een soort tegel aan elkaar aansluit. Anders ga je dus allemaal van die lastnaden zien. Maar er zijn genoeg sites waar je dat soort dingen kunt downloaden. Dat is dus één. Maar we hebben eigenlijk twee plaatjes in onze body staan, want die bovenste, die moet er ook in komen staan. Dus ik ga die er nou inzetten. Even kijken. En dat kunnen we gewoon eigenlijk bij deze doen. Background image. Alleen zetten we hem ervoor. Dus ik zet er even een spatie neer. Dan vraagt hij weer van browse. Dan kies ik dus. Even kijken. Hoe heet het? Topbar. Deze. En ik zet er even een kommaatje tussen. Zodat die twee van elkaar gescheiden zijn. Ik haal hier dan even mijn spatie weg. Dus dit is ons tweede plaatje en dat plaats ik als eerste. Dus als ik dit opsla en ik ga kijken, dan zie je dus dat hij die balk ook gaat herhalen over de breedte en over de hoogte. Dus dat moeten we eigenlijk gaan voorkomen. En dan komt eigenlijk de volgende achtergrondplaatjes eigenschap en dat is dus background repeat. En bij de eerste moet hij dus eigenlijk repeat x doen. En repeat x is eigenlijk gewoon herhalen over de x-as, dus van links naar rechts. En die tweede, die mag eigenlijk gewoon repeaten zoals hij al default doet. Dus dan zeggen we gewoon repeat. En je scheidt ze ook weer van elkaar met een komma. Dus
punt komma afsluiten. Hè. Dus ik save nu. En als het goed is, zie je nu ook dat die boven die eerste plaatje wat erin staat, dat die dus zich herhaalt alleen maar over de x-as. En die andere zich over de x-as en de y-as. Nu heb je een aantal meerdere opties. Je kunt hier ook repeat y neerzetten. Dan herhaalt hij zich over de y-as van boven naar beneden. Krijg je dit. Ik gebruik dit bijna nooit. Dus ik weet ook niet in welke situatie je dat zou kunnen gebruiken. Misschien als je een soort kafpapieren wil creëren. En dat je een plaatje maakt wat je de hele tijd herhaalt van zo'n gaatje van zo'n klapper of zo. Ik heb geen idee. En je hebt ook no repeat. Die zal ik hier ook eens even neertypen. Dan kun je ook zien wat dat doet. No repeat. Volgens mij is het zo. Dan krijg je hem dus één keer. Dus je zegt niet herhalen. Nou, dat kan dus bijvoorbeeld handig zijn als je bijvoorbeeld een bloem of zo hier rechts zou willen hebben in je website. Dan kun je hem dus in de achtergrond een bloem neerzetten die zich maar één keer laat zien. Dus niet als een patroon. Dat is dus een optie. En je kunt deze plaatjes ook positioneren. Dus je zegt background position. En dan zeg je dus bij de eerste bijvoorbeeld in plaats van linksboven, zeg je gewoon right top. En bij die andere is het eigenlijk niet belangrijk, dus ik zeg ook gewoon top left of zo. Hij herhaalt zich toch over de hele pagina, maar goed, ik zet het er gewoon in. En je ziet dus dat als ik hem nou right top zet, dan blijft mijn no repeat plaatje gewoon rechtsboven in de hoek hangen. Nou, in ons geval mag die gewoon top left blijven. 7. En we zetten de no repeat op repeat x. En dan hebben we eigenlijk al de bovenste gedeelte bijna zoals we het ook in ons ontwerp hebben staan. Nu is er nog eens een achtergrondplaatje hier bij deze hier. Daar heb ik dus een... even kijken als ik hem zo tevoorschijn kan toveren. Daar heb ik dus een soort schaduwtje gemaakt. Dat is deze. En dat gaat hij dus mengen met een achtergrondkleur. En die achtergrondkleur is dus dat donkere groen. Nu ga ik die achtergrondkleur gewoon prikken. En gewoon kijken van wat voor kleur het is. Ik pak gewoon mijn color picker hier. Die dubbel tap ik hier gewoon. En dan prik ik de kleur. Kopieer ik de kleur. Zeg ik oké. Ga ik dus naar de juiste plek toe. Dat is dus mijn footer. Kijk, dat is hier. Verander ik die achtergrondkleur in de juiste kleur. En ik ga dus die slagschaduw toevoegen. Ik zeg dus background. Oh wacht. Nee, dat is niet goed. Background image moet dit zijn. Ja, background kan ook. Maar dan heb je dus alle opties onder één element staan. En je kunt beter gewoon gescheiden houden. Dus ik pak footer BG. En ik sluit hem af met punt comma. Vervolgens typ ik dat hij dus alleen maar moet repeaten over de x-as, anders krijg je zo'n soort rolluik effect. Even kijken, background repeat, en dan zeg ik repeat x, punt comma, 7. Ga kijken hoe dat eruit ziet. Nou, dat ziet er precies uit zoals ik het had verzonnen in mijn pagina, dus dit is super. Nou, ik ga ook even de achtergrondkleur weghalen van footer boven. Die hebben we ook niet minder echt nodig. 7. Kijk hoe dat eruit ziet. Ah, dit ziet er al heel fraai uit. Als we nu onze pagina kijken in zijn geheel, dan zie je dus al dat het behoorlijk op begint te lijken. En dat is ook het leuke van eigenlijk plaatjes plaatsen. Dan begint het al ergens op te lijken, hè? Want dan
Ja, dan begint het meer op het ontwerp te lijken dan die vage blokkendoos. Dus dat is eigenlijk in een nutshell, zullen we zeggen, wat je kunt doen met plaatjes. En het volgende deel wordt dus tekst. Ik ga jullie uitleggen hoe je tekst kunt plaatsen. Oké. Okay.